Goedendag, welkom in zwembad De Waterlelie, sportcentrum De Waterlelie, waar we nu in het buitenbad staan, bij het buitenbad staan. Een buitenbad wat vandaag gesloten is, omdat het seizoen nog niet begonnen is. En een buitenbad wat, net als de binnensportaccommodaties, vanaf augustus ook verwarmd zal worden met de restwarmte van het NLDC. En wij dus deelnemers zijn aan het energieproject Horenmeer. Waarom hebben we dat gedaan? Omdat we vinden dat we graag op een goede manier met onze aardbol om willen gaan, die goed willen achterlaten voor de volgende generaties. En we met deze mogelijkheid, deze energietransitie, een enorm mooie kans zagen om daar flinke stap in te zetten. Veel plannen, mogelijkheden zijn er om energie te besparen. Waarom hebben we voor deze optie gekozen? Omdat het gebruik maakt van warmte die al bestaat en die warmte daarmee een herbestemming krijgt. Het een project was waarbij we ook economisch gesproken uit de kosten moeten komen in een flink aantal jaren, maar volgens alle berekeningen moet dat uiteindelijk toch gaan lukken. Dat zijn voor ons de voornaamste redenen om hierin te stappen. Is dat dan allemaal zonder slag of stoot gegaan? Uiteraard niet. Je moet samenwerken met verschillende partijen. De gemeente is in het begin zeker ook nog een partij die heel graag wil dat het gaat gebeuren. Je hebt te maken met een adviesbureau waar je maar moet vertrouwen dat alle adviezen ook kloppen. Want niemand die het eigenlijk kan controleren. Dus je moet ook vertrouwen hebben in elkaar. En dat vertrouwen is voor mij een sleutelwoord in het hele proces geweest en nog steeds. Er zijn moeilijkheden geweest, vaak gevormd door verhoging van kosten die we niet voorzien hadden, waarmee gekeken moet worden hoe kunnen we dat opvangen. Dat is één keer gebeurd doordat we een fantastische subsidie bijgevoegd kregen, de DIJ-subsidie, een energie-innovatiesubsidie. De tweede keer is dat gelukt door nog eens alles goed te herrekenen en tot de conclusie te komen dat met de nieuwste cijfers het toch mogelijk was om dit project binnen de grenzen die we daarvoor economisch gesteld hadden te realiseren. Last but not least, een dank aan de gemeente die ook alles heeft ingezet om het project mogelijk te maken. Dus we gaan er een succes van maken de komende jaren met een heel mooi verwarmd binnenbad, buitenbad, sporthal op restwarmte van NLDC.